welkom in deze nieuwe video van Ballstar. Zes komt de begeleider. Zo. Dus ja, we zijn iets benieuwd. De konijntjes eten geven. Zo, gebeurt. Die zitten hier namelijk nog rustig in een kot. Zo, zodat je kan zien, want genieten. Het was toch even wennen van om te weten dat je nu licht hebt. Dat was eventjes toch wel iets wat je nog even terug gewoon moest worden. Dat was even leuk, maar toch verschieten. Maar ik ben nog echt zeer moe, echt niet normaal. Niet normaal, mensen, echt moe. Kun je bijna niet voorstellen. Het is. Dat is echt niet normaal. Maar ik ben nog goed. Er is nog wakker, maar je voelt het wel dat je zo. Iedere moe bent. Wat ben ik van plan eigenlijk? Ik weet dat ik het al verteld heb in de vlog. Ik ga. Twee dingen doen. Eén ding is dat ik een doos wil maken met allemaal spulletjes in van mama. Alle dingetjes die zij graag had om in een doos te steken. Dingen die mogelijk zijn natuurlijk, want je kunt niet een bloem in steken of zo, dat gaat niet. Maar wel dingen waar mama heel veel van houden. Moesten daar jullie tips voor hebben, mogen jullie ook altijd in de comments achterlaten of op Instagram of zo'n ding allemaal. Dan punt 2. Wil ik een doos maken met allemaal babykleertjes die ik nog liggen heb van Enzo. Om later hem mee te kunnen geven als hij zelf kindjes heeft of wat beter wordt of wat dan ook. Dan kan hij die meenemen. Dat lijkt me ook wel cool om te doen. Dat heb ik trouwens, gezien met de bellygas. En zelf heb ik ook nog iets gevonden om mezelf toen ik een baby was, toen ik gedoopt werd. En dat was echt wel heel leuk om dat eigenlijk te kunnen zien. Dus ik denk dat ik dat wel... tof vind om dat ook te kunnen meegeven aan Enzo. Dit zijn twee belangrijke dingen dat ik zeker en vast wil bekijken. Ik heb het jullie allemaal al eens laten zien. Ik heb nog een doos gevonden, denk ik. Ik kan hem eens erbij pakken, trouwens, de doos. Ik ga zien of ik hem bij kan halen. De doos. Nu dat er licht is. De ladder staat nu wel ervoor. Dat is nu wel spijtig. Dat is die ladder juist hier hebben geplotst. Die normaal daar moet staan. Dus we gaan die even veranderen. Trap zetten. Zo. Voilà. Eens kijken of ik aan de doos kan geraken. Dus dit is zo'n doos wat ik teruggevonden had, waar heel veel spulletjes in zitten van Enzo. Ik zal hem er eventjes, de doos zelf is niet meer zo, ja, leeft wel nog, maar niet om te zeggen om te leven leven. Hopsakee. Dus dit zijn babykleertjes, ik kan daar misschien wel eens een TikTok van maken. Maar te laat, eens zien wat de mensen dan gaan reageren. Dus dit is de doos, wat je even laten zien. Dus dit zijn zo van die slappekes die gebruikt hij nog altijd. Nog steeds, onze kleine man. Dit was hem toen echt zo heel kleintjes vast. Ja, altijd heel mooi. Ooit gemaakt denk ik, door het dagcentrum. Rompertjes. Want toen hij een kleine ukkepuk was. En zo is nu natuurlijk al 1 jaar en 7 maanden ongeveer, ik denk misschien 8 al bijna. Zijn eerste, zijn pampertje. Toen hij voor de eerste keer kerstman was, ik denk dat we daar ook wel een mutsje van hebben. Dus dat ik eens moet kijken waar ik die kan vinden. Zijn eerste rammelaar die er had, het is echt een rammelaar, maar ja, het is wel zo. Um,
deze. Dat is zo een kostuumetje van een rendier dat hij vaak heeft aangedaan. Een slappetje. En natuurlijk de dit van Only Wanna Be. Dus, en ik ga dit allemaal in de doos leggen. Ja, waarom erom? Mijn mama heeft die doos ooit gekocht, maar het heeft de prijs er wel laten ophangen. Dat we misschien gedacht hebben, dat is best belangrijk dat de prijs er ook nog ophangt. En die ga ik allemaal samenleggen. En later, als hij groot is, kunnen we dat allemaal nog eens terugkijken. En dan zeggen van, ah kijk, is dat allemaal van jou en zo geweest. Dat is wel leuk eigenlijk altijd. Voilà, alles in de doos. De doos zelf is niet meer... Kijk, zo zit die ook. Er is geen stinkje meer, maar... Het feit gewoon dat dit van Enzo is, is goed, vind ik belangrijk. Ik ga even zien of ik daar een stift heb voor... Ah, ik heb hier een stift liggen. Ga ik opschrijven. Baby... Leren... Van... Peter... Kind... Enzo... Voilà. Zo, kijk. Dat zijn zijn kleertjes geweest. Dat zit zo tuurlijk op. Dat ga je zo wat je terugziet eigenlijk. Dat denk ik wel dat hij dat later wel heel leuk gaat vinden. Ik zeg het idee komt van de Bellegas. Ik sta al bij de Bellegas vorige keer. En toen varen zo van Daniel zijn babykleed liet zien. En van Luan. Dacht ik, dat is misschien ook wel leuk voor hem. Om later dat terug te zien. Dus daarmee het idee een beetje ervan. Begeleider gaan later zijn. Dus... Ja, we hebben wel nog een beetje tijd. Ik ga echt al eens denken wat we daar kunnen, waar we dat kunnen zetten, zodat we dat voor kunnen bewaren. Want dat is wel belangrijk natuurlijk voor later. Hè. Ik weet niet of dat jouw ouders de babykleedjes bewaard hebben of niet. Laat me even weten in de comment. Maar mijn mama heeft ooit wel mijn doop pakje bewaard. Maar voor de rest weet ik het eigenlijk niet. Ik heb het nog niet teruggevonden, dus ik heb echt niet heel veel babykleertjes. Ik had dat misschien ook wel leuk gevonden, dat je dat zo toch aan Enzo kunt aandoen of zo. Ik weet het niet. Daar moet ik eens over nadenken. En dan hier heb je zijn rekje. Met allemaal zijn speelgoed van Enzo. Er zit heel veel in. Zijn muts. Er zit zijn knuffeltje. Zijn leeuw. Zijn vos. Maar dat boek heeft hij ook heel vaak vast gehad. Moet er nog allemaal in. Amai. Deze kunnen we er misschien ook in leggen. Zo. Daar speelt hij toch niet meer mee. Die knuffel die kunnen we wel nog eens geven. Voor in zijn bed of zo of zijn kamer te decoreren. Maar je ziet, hij heeft echt heel veel speelgoed. En dan hebben we nog niet over dat ballenbad gehad. Dat was ook zijn allereerste ding dat hij gekregen had van mij en oma. En dat was grappig. Eigenlijk. Dit ga ik mee pakken naar daar. Dus dat is een beetje... Wat lukt al zo goed te passeren daar niet van. Dat lukt wel. De vloer is wel nog wat koud. Morgen gaan de terrassen terug open. Ik ben eens benieuwd voor die mensen die op het terras gaan zitten. Heel veel respect dat de terrassen terug open gaan. Want ik ben wel blij dat ze terug open gaan voor de mensen. Want ze kunnen ze terug gang verdienen. Zo, dit ga ik op zijn kamer zetten. Zo, vind ik al iets leuk om op zijn kamer te zetten. Dus, en dit ga ik... Heeft er nog zo van die dingen, dus... Ga ik hier steken. Zo. Daar speelt hij eigenlijk niet meer veel mee. Voilà. Jammer dat we zo geen tweede klepje hebben. Dat lag er niet, dus wel spijtig. Anders kon ik dat gebruiken. Maar ja, dat is er niet. En als het er niet is, kan je het ook niet opsteken. Zo gaat dat nu helemaal. Dus, je kunt wel een coole doos eigenlijk, als je ziet. Wat ik aan mijn Instagram heb laten zien allemaal. Dus ik vind het wel leuk om te laten zien aan jullie. Dus een goede doos. Deze zijn nog vochtige doekjes. Nou weet ik niet of dat dan nog... vochtig gaat zijn. Het ruikt nog wel. Dus daar moet ik nog even over nadenken of het er nog lukt of niet lukt. Maar dan zien we dat wel. Eigenlijk is het een beetje een irritatieve vlog. Wat gaan we vloggen? Wat gaan we doen? En dan één keer zeggen we, ah ja, we gaan dat misschien doen over Enzo. Dat is ook wel leuk eigenlijk om dat misschien te doen. Dus ja.
Maar ik probeer zoveel mogelijk eigenlijk een beetje mee te nemen in het leven. Dus ik vind dat wel belangrijk, ook later. Dus laat me weten of je dit ook een goed idee vindt om dat te bewaren. En hopelijk komt de begeleider snel af. Dus we gaan eens naar de beenhouwer en zo. Kopen. Zo. Straks gaan we iemand verrassen bij ons in de buurt. Die weet van niks. Die gaat ook zeggen, ik heb dat niet moeten doen, sowieso. Maar het is gewoon het ding dat telt nog pas staan eigenlijk. Even kijken. Daar. We hebben allemaal recht op het beste. Zijn we voorbij gegaan. Kaas. Hier zijn allemaal de kaas. Kaasjes, dat nemen we mee. Ook de hamburger natuurlijk. Het is altijd heel moeilijk als je loopt wat je moet hebben. Ook al schrijven we dat op, hè. Maar dat papier dat ligt toch thuis. Dus het is heel moeilijk alsjeblieft, Dania. Om te weten wat je moet hebben. Dus ik denk een potje appelmoes. Kunnen we wel mee pakken. Hier staat de appelmoes. Eens kijken. Appelmoes. Zo. Drinken hebben we nog, denk ik, want ik ga gewoon naar de Aldi, dus heb ik niet nodig. Misschien een paar aardappeltjes, kaasappeltjes. Ik denk dat het is. Ja, eens kijken, aardappeltjes. Hier moet wel zijn. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video, dan zie ik het omhoog. Vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer. Tot ziens!